Beste volgers, welkom in Appingedam, een heel oud stadje. Het oudste stadje van Groningen. We gaan gewoon eens een beetje kijken. Komen jullie mee? Kom je zo mooi het centrum binnen via deze ophaalbrug. Blik op de brug, de ophaalbrug, vlakbij de kerk. Ja. Prachtige water, stukje kade. Met de boot, hè? Ja, lekker schuilen, ja. Stukje van de kerk en het plein erbij. Muziektent daar in de verte. Lekker aan het spelen zo onder de kerk. Ja, die kerk is van 1100 hoor. Muziekkapel, kerk. En dan gaan we weer verder. Stukje van de toren. Even inzoomen, ja. Mooi hoor. Maquette, nou eens even kijken waar we zijn. Dan is dit allemaal hier zo, hè? Alles bij de kerk. Oude waterpomp. Zicht op de Groninger Zilverkamer. Staande toren. Kerk. Als je wil kan je de toren beklimmen natuurlijk. En dan kan je heel ver kijken. Heel ver. Maar het raadhuis is toch wel de moeite waard. Mooi gebouw. Kijk eens, hier hebben we het gerechtshuis, denk ik hoor, 1630. Ja, deze jongen maakt lawaai. Die laat merken dat hij er is. Prachtig huis, ja. Het lijkt het wapen van Rotterdam wel. Een café op de hoek en diverse oude panden, een stukje kunst. Nou, Winkelstraat. Ook leuk, ja, het is wel een stad hoor. Kijk, en hier is Appingedam beroemd om. Deze drie, ja, ze noemen het keukens, maar hangende balkons eigenlijk. Maar ja, kijk eens ook die panden en dat leuke bruggetje verderop. Hè? En dat water vol kroos. Nou, jij kan daar heerlijk buiten zitten. Mooie oude panden hoor. Het gouden pand. Ja, ja, alles is goud wat er blinkt. Carillon daar zo. Kijk, en daar hebben we het carillon. Het gouden pand heet het. En dat zo heet deze straat ook. En er staan hier heel veel fraaie panden. Kijk eens wat een ouderdom. En dit pand. Bijzonder, hè? En ook het naburige. Heel gezellig straatje. Het ene pand is nog mooier dan het ander. Of ouder, hoe je wil. Maar ja, Winsum 2 is dit eigenlijk. Kijk eens, heel dichtbij zijn we nu bij je balkonnetjes. Leuk. Een lekker terras. Ideaal, ideaal. Vrouwenbrug is dit. Kijk eens, en dan hier weer zicht op dit pand. Pand uit 1763. Nou, we hebben ouderen gezien. Kroeg, de basiliek en een eenvoudig kerkje erbij. En dat is de pottenbakkersgang. Nog weer zo'n bruggetje, de smalle brug is dit. En kijk eens, hij is echt smal, maar prachtig uitzicht. Pakhuis. De Winkelstraat, de Dijkstraat. Richting de brug, Hof van Daam, ja. Hier heeft een sigarenhandel, Martens. Prachtig, hè? En dan tegenover de gereformeerde kerk. En zo gaat de Dijkstraat verder. Nou ja, dit is dan een echte dammer. Geveltjes genoeg, maar ja, ook modern, hè, zoals we daar zien. Het is een kaak. Hier werd je dus terecht publiekelijk aan de schandpaal genageld. Ja, dat was niet leuk. Kijk, hier zo zien we toch nog meer. Het is een kalkoven. Ja, nu de doofpot en de vroeger voormalige rechtbank. Ja, wie weet toen ook wel een doofpot. Prachtig plein ervoor. Allemaal kleine steegjes. Dat is wel grappig, hè? Kijk, nou, wie zegt daar nee tegen? Nou, we nemen weer afscheid.